De gaarkeuken van het Leger des Heils aan de Henk Aronstraat is weer geopend. De heropening vond gisteren plaats met de afsluiting van het humanitair project tussen de organisatie en de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Tijdens de COVID-crisis was het Leger des Heils genoodzaakt haar keuken te sluiten, mede vanwege een gebrek aan apparatuur en de juiste faciliteiten. Met de heropening van de gaarkeuken kan het voedselprogramma van de organisatie weer ter hand genomen worden. Kervin Harry, districtsecretaris van Leger des Heils, zegt dat de renovatie van de gaarkeuken is bekostigd uit een contract getekend met de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen voor een bedrag van 10.000 Amerikaanse dollars. Het contract werd gesloten in oktober 2023, waarna de renovatiewerkzaamheden van start zijn gegaan. We were able, by the grace of God, to do the repairs and to begin to provide feeding, because we were able to use some of that funds during December to provide food parcels for less fortunate people. We are going to commence with the feeding program, and I'm sure that you'll be happy to know that the balance of funds are going to be used to continue that process for the rest of this period that the project lacks. This project should come to an end according to the records in December, but I'm certainly sure it might come to an end before that. We shall see how that goes. But we are happy that the project has been completed. This first phase has been completed. We are satisfied with the work that has been done. Zowel het Leger des Heils als de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zet zich in om humanitaire projecten uit te voeren. De districtsecretaris van het Leger des Heils kijkt er naar uit om dergelijke projecten voort te zetten. Suriname, as you know, and I don't want to dwell on the fact that we have social problems, economic problems and things like that, because in countries where you have a lot of money, there are people who need food as well. But in Suriname, I know that we have a situation where many people have found themselves not being able to provide themselves with a hot meal on a daily basis. This project will help us to provide at least 2 or 3 times per week meal for these people. And we hope that this project will continue. There are many other areas in that we would love to continue mission in Suriname. Right now, our social center is not in full operation because of lack of funding for repairs. And one of the main areas of repair that are needed in that place is water and sanitation. Sanitation means toilets. And once we can get that going again, then we can serve another aspect of humanity. De vertegenwoordiger van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Diana Sellers, die gestationeerd is in Guyana, maar in Suriname is voor de afsluiting van het project, vond het een genoegen om samen te werken met het Leger des Heils. Ook zij kijkt ernaar uit om meer humanitaire projecten samen uit te voeren.